Ja, het zal je inmiddels duidelijk zijn, denk ik, dat wij op zoek zijn naar een nieuwe puppy voor ons gezin hier. En dat is natuurlijk een hele leuke tijd, heel spannend. En dat gaat niet zomaar, dat doen we niet over één nacht ijs. En ik hoop dat jij dat ook niet doet. Maar ik wil je even meenemen in hoe zo'n zoektocht er bij ons aan toe gaat. Ik laat je niet alle details zien, want dat gaat uren en avonden door. Maar ik vertel je een aantal dingen, ik laat je in ieder geval een aantal dingen zien, dat je een beetje snapt hoe dat hier gaat. En hoe we proberen te komen tot een weloverwogen keuze, zoals dat zo mooi heet. Want we realiseren ons heel goed dat zo'n puppy behoorlijk veel impact heeft. Wij gaan er altijd vanuit, en ik neem aan dat iedereen er ook vanuit gaat, dat als je een puppy in huis haalt, dat je die ook voor de rest van zijn leven bij je wil hebben. Zo vaak en zo lang mogelijk natuurlijk, hè, want dat is de insteek. En dat betekent dus dat je wat huiswerk moet doen om succes te hebben. Want het is gewoon de komende 10 tot misschien wel 15 jaar dat we plezier van elkaar hebben. En ik zou het toch heel erg leuk vinden als het een puppy is of een hond is die ook echt bij ons past. Dus ik neem je even mee, want wat hebben we tot nu toe gedaan? Dat is begonnen met het wat doorbladeren van een aantal boeken. Ik heb een aantal boeken hier toevallig met rassen erin. Maar goed, tegenwoordig is op internet ook heel veel te vinden. Maar toevallig heb ik een aantal van die dikke pullen, van die bijbels bijna, met alle hondenrassen of de meest erkende hondenrassen erin en een beschrijving. En wat we hebben gedaan, en ik niet alleen, maar ook mijn man, dus we zijn hier met z'n tweeën in dit gezin, want we willen dat alle gezinsleden, in ons geval twee, het ook eens zijn met waar we voor kiezen. Dus we zijn er doorheen gaan bladeren en we hebben gezegd van oké, wat lijkt ons nou een geschikt ras? We hadden altijd een Duitse herder, we hadden eerder een Duitse herder, een langharige. Wilson, de laatste hond, was een oud-Duitse herder, dus een langharige Duitse herder. En we hebben besloten dat we nu geen Duitse herder meer willen. We willen praktisch gezien een maatje kleiner hond. Want ja, een Duitse herder is best heel veel hond, als ik het zo mag zeggen. En ook vanwege de gezondheidsperikelen bij de Duitse herders. Nou goed, voor ik daar een hele discussie over opstart, maar het is natuurlijk wel zo dat er. Dat een gezonde Duitse herder vinden niet zo heel gemakkelijk is. Dus de twee afwegingen, maar met name die grote, is natuurlijk een hele simpele. Als je dat niet wil, dan moet je geen Duitse herder kiezen. Zo simpel werkt dat. Dus de grote rassen vielen voor ons in ieder geval af. Maar we hebben dus door het boek zitten struinen en gekeken van ja, wat past ons dan? Wat vinden we mooi? En wat vinden we leuk, hè, qua rastype? En wat spreekt ons aan? En dan kom je tot een lijstje van een aantal rastypen. En dan denk je van oké, dan moeten we daar wat mee doen. En dan komt ook nog de vraag: wordt het een reu, wordt het een teefje, enzovoort. Goed, als we dat een beetje hebben besproken en we zijn daar op één lijn en we hebben wat rassen, dan is de volgende stap dat je dan op internet gaat kijken. En ik laat je even zien wat ik heb gedaan. Ik neem je even mee in mijn zoektocht op internet. Je kan overal zoeken, maar ik neem je even mee en ik geef je wat tips van sites waar je zou kunnen kijken. Daar gaan we. Zo, dan zit ik nu achter de computer en ik neem je even mee naar internet. Ik heb Google geopend en we gaan nu zoeken naar een goede pup. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Ik heb voor deze video bedacht om wel in Nederland te zoeken. Op dit moment woon ik zelf in Duitsland, dus ik heb zelf de zoektocht hier in Duitsland stap voor stap gedaan. En daar zit ik deels nog middenin. Maar ik dacht, het is voor deze video wel handig om dat in Nederland te doen. En ik laat je even zien wat goede bronnen zijn en wat een goede manier is om te zoeken naar goede fokken waar actueel dus pups te krijgen zijn. Allereerste aanname. Stel je gaat op zoek naar een echte rashond, een erkende rashond. Dan raad ik je aan om de zoektocht te starten bij de Raad van Beheer. Als je nu geen erkende rashond zoekt, maar je zegt ik wil toch een bepaald rastype, want als het goed is heb je je huiswerk wat gedaan en je weet wat voor rastype je zoekt. Dan raad ik je ook aan om op die site van de Raad van Beheer te kijken en bij de rasverenigingen, omdat je daar heel veel informatie krijgt. Dus als jij een lookalike hond kiest, hè, dus je wil een hond die bijvoorbeeld lijkt op een border collie, maar niet helemaal erkend is ingeschreven in het stamboek, dan raad ik je toch aan om te informeren wat de dingen zijn die je moet weten bij een border collie, want daar kan je alleen maar veel aan hebben als je gaat zoeken naar een goede pup. Maar goed, genoeg erover gezegd. Ik neem je even dus mee naar de site van de Raad van Beheer. Daar hebben we hem al, dus de website Houden van Honden. Daar is de website. En de Raad van Beheer is dus de overkoepelende organisatie van de erkende rashonden in Nederland. De raad bestaat nu een dikke 100 jaar volgens mij.
En ze zijn dus van oudsher het stamboekregister, waarin stamboomhonden zeg maar worden geregistreerd. Nou, ik ga er niet te veel meer over vertellen. Dat staat allemaal op deze site ook uitgelegd. Daar zijn we er nu niet voor. Maar op deze website moeten we er kunnen vinden waar je een goede pup kan zien. En ook informatie. Je ziet hondenrassen op een rij. Dat zijn alle erkende hondenrassen. Het kopen, verzorgen en opvoeden van een pup. Daar staat informatie over. Maar ik zoek eigenlijk... Ja, dit zoek ik. De vereniging. Want ik wil immers naar de rasvereniging toe. Zoek een vereniging. Kinologenclubs? Nee. Rasverenigingen? Ja, dat willen wij. En dan kom ik op de site van de rasverenigingen. En als ik nu eens ga zoeken, ik kan een ras, stel, ik neem bijvoorbeeld de Belgische herdershond. Oh, dat kan ik wel eens doen, de Belgische herdershond. Ik pik er eentje. De Belgische Herdenclub Nederland. Kijk, ik heb het aangeklikt, er zijn dus in Nederland twee rasverenigingen die erkend zijn door de Raad van Beheer. Dan kom ik op de website Belgische Herdenclub Nederland. Prima. Nou, de meeste rasverenigingen in Nederland die melden ook dat ze erkend zijn door de Raad van Beheer op een of andere manier. Nou, prima, dat wisten we al. We komen via die site. En meestal zegt dat ook iets over het rastype. Je kan dus hier iets zien. Je ziet de foto's van de honden. En het legt vaak ook uit wat voor type hond het eigenlijk is. Dat de vereniging is. Even aanklikken. Nou, bestuur, commissies enzovoorts. Fokkerij, wat dan belangrijk is en allerlei formulieren, maar naslagwerkers misschien nog interessant. Over gezondheid staat er meestal het een en ander op, over dit rastype. Maar we gaan nu even naar de puppen kijken. Hoe ziet dat eruit? Oké, hier hebben ze heel duidelijk geboorteberichten en dekberichten. Geboorteberichten is misschien wel leuk om even eentje eruit te pikken. Hier zie ik geboortebericht. Deze hondjes zijn geboren. De pups zijn geboren op 11 en 13 maart. En het zijn 5 reuën en 3 teven. De naam van de kennel staat erbij. De naam van de reu staat erbij. En de teef. De vader en de moederhond. Fotootje erbij. Nou, je kan dus helemaal gaan onderzoeken wie of wat die reu en teef zijn. Daar kan je helemaal in verdiepen als je dat wil. Het zegt wel iets over gezondheid. En zo ga ik nu niet te veel op in. Maar je kan dat er ook terughalen. En dan ga ik even naar de website. Hier is de website. En daar is het nestje. En dan kan ik ook even wat meer informatie krijgen, denk ik. Als ik naar... Hier vind ik de nesten van deze fokker. Chronologische volgorde. Het Q-nest zijn ze nu. Dit zijn de 4 reuën en teven van dit echtpaardje. En nou, hier zie je wat foto's. Dat ziet er allemaal heel erg gezellig uit natuurlijk. Leuk. Planning hebben ze vaak op staan als ze nog meer gepland hebben. En dit is de planning van dit afgelopen nestje waar je net de pups van zag. En via de röntgenfoto's. En als ik wat meer wil weten over de oude honden, moet ik op de foto klikken. Ja, hier. Hoppakee. Dan ga ik door naar de fokker van de vaderhond. Nou, ik ga dat niet helemaal uitzoeken, maar het geeft wel even aan hoe je dus kunt zoeken naar een nestje. En wat ook wel aardig was net, ik ga even terug in de tijd, hoppakee, is dat ze geboorteberichten hebben, maar ze hebben ook dekberichten. En dan moet je weten dat een pup wordt geboren na een drachttijd van ongeveer 63 dagen. Dat zijn 9 weken. En dat betekent dus dat je daar ook nog een beetje mee kan spelen. Dus als er een dekbericht is, een hond is gedekt en hij is drachtig, de moederhond is drachtig, dan ontkomen daar over 9 weken pupjes. En soms is het handig om dan nog contact met de fokker te hebben. Want als je zoekt naar een pup die er nu al is, kan het soms de spoeling wat dun zijn. Zeker bij heel gewilde rassen kan het nog wel eens zijn dat het lastig is dat de fokker zegt, ja, ik heb al een wachtlijst en die is al vol. Dus ik wil er niemand meer bij. Of je mag erbij, maar je bent nummer 15 op de wachtlijst. Dan heb je niet zoveel kans op een pup natuurlijk. Nou, dekbericht, ga er eventjes een zoeken. Datum van de dekking is 16-17 mei. Dus dat betekent heel simpel over 9 weken, pak een beetje 2 maanden, juli zo ergens. Tweede helft juli worden hier puppies verwacht. Nou, dan kan ik naar de kennel toe, kan naar de website toe.
En daar informeren. En als mij dat ook bevalt, kan ik daar gewoon informatie met de fokker zoeken. Dus even een voorbeeld van de Belgische herdershond. Ik kan nog even een ander voorbeeldje nemen. Laten we eens even kijken wat nog wel een leuke is. Briard bijvoorbeeld. Ook twee verenigingen. Nou, dat is niet altijd zo. En hier zie je dus ook even als voorbeeld. Raad van Beheer erkend. Prima. Uitleg enzovoorts. En hier zie je doelstelling van de vereniging. Prima. En hier zie je de fokkers en nesten. Ga ik zo even terug. Hier staat namelijk ook informatie over het ras. Wat heel handig is om te weten. Nog een vraag en antwoord. Over medisch en zo. En dus kunt je eerst helemaal verdiepen in het rastype. En ook in info over aanschaf pups. En dan ga ik nu even naar te verwachten en geboren. En hier zie je dus informatie als ik interesse heb in een nestje. Wat moet ik dan doen? Wordt hierboven aangevraagd. En dit is een contactadres, pupinfo. En hier is dus een nestje wat geboren is op 16 mei. En hieronder een nestje wat nog verwacht wordt. Nou, laten we eens even voor de gein kijken. Nesten wat geboren is. 16 mei zijn er 4 puppen geboren. Een reu en 3 teven. En dat is in Leersum. Nou, ik heb hier alles lezen over de fokster. Ook over de briaar enzovoorts enzovoorts. En als ik denk van, hey, dat is wel interessant. Dan kan ik hier dus heel makkelijk contact nemen met de fokker. En dan weet ik dus ook dat het een erkende fokker is. Dat de honden allemaal een stamboomregistratie krijgen. En dat ik dus weet waar ik naar moet zoeken. Dus dit is één voorbeeld als je een erkende rashond zoekt. Een andere mogelijkheid is om te zoeken is via de hondenbescherming. En dat is ook een interessante als je geen erkende fokker zoekt. Als je denkt van nou, ik vind een hobbyfokker prima. Of ik zoek een ras wat niet of nog niet erkend is. Of ik wil een leuke kruising. Dat kan natuurlijk ook allemaal. En dan ga ik even terug naar het Google verhaal. En dan ga ik naar de hondenbescherming. Onderbescherming.nl. Dan kom je op deze website uit. En op deze website ga je naar Ik neem geen hond. En hier word je ook geholpen met informatie over Ik zoek een hond. En wat je dan wel en niet moet doen, dat is gewoon geadviseerd. De Hondenbescherming in Nederland is een onafhankelijk orgaan wat helpt bij, nou ja, het zegt het al, bij het beschermen van de hond aan zich. Maar met name om te voorkomen dat er een verkeerde combinatie ontstaat, een verkeerde match tussen gezin en hond. En dat de hond gewoon goed kan gedijen in onze maatschappij. Nou, een heleboel verhalen moet je zelf maar lekker aflezen. En wat wel leuk is van de hondenbescherming is dat zij een aantal aardige checklists hebben en een aantal aardige filmpjes hebben. En dan neem ik je dus even opnieuw mee naar de website verpup.nl. Op deze website raad ik je aan om eens op je gemak rond te struinen, maar dit is een initiatief van de hondenbescherming, deze website. En deze website geeft heel veel informatie over het aanschaffen van een goede pup. En het is heel interessant, het helpt je ook als relatief leek om te kijken naar de juiste dingen, ook met een aantal hele treffende voorbeeldjes. En nou, het zegt al eerst van, ben je een geschikt baasje? Kun je dus kijken. Heeft een alleraardigst filmpje hier over wat het betekent om een pup in huis te halen. Zou ik zeker ook even kijken. En nou, met 5 vragen kom je erachter of je geschikt bent om een hond te hebben. En waarom je nou een verpup wil. Hier is een heel ervaren hondentrainer gedragstherapeut in beeld. Die legt in dit filmpje uit waarom het zo belangrijk is om een goede pup in huis te halen. En je niet te laten verleiden tot het redden van een zielig pupje. Of hoe je nou voorkomt dat je een pup neemt van echt een broodfokker. Want daar zitten echt best wel veel nadelen aan. Dat staat hier helemaal beschreven. Vervolgens denk je van ja, nou heb ik een fokker misschien gevonden. Hoe doe je dat dan? Hier wordt uitgelegd bij die fokker waar je dan op moet letten. Wat het nou maakt of de goede fokker is of niet. En dan vervolgens informatie over de hondenbescherming. Anyway, dus verpup.nl is een hele goede website om jezelf verder te wapenen of te informeren dat je weet waar je op moet letten bij een goede fokker.
En dan is het dus verder nu zaak om te kijken of je dus, als je niet erkend wil gaan zoeken, of je dus een ander soort pup kunt vinden dan bij de erkende fokker. En dan werkt internet ook anders. Dan zeg je, oké, hoe kan je dat dan doen? Dan zeggen we, oké, we willen een Briardpup. Nou, dan kom ik toch heel snel bij de vereniging uit. Maar er zijn nog wat andere websites. Dan zeg je bij Puppyplaats bijvoorbeeld. En nou zie je hier dus een aantal voorbeelden. En het kan maar zo zijn dat dit, dat kan zijn dat dit ook erkende fokkers zijn trouwens, die het niet zo makkelijk hun pups kwijtraken. Maar het kan ook zijn dat dat niet zo is. Dus we doen naar de rasstandaard, gedragstest. Zie je, dus ik kun je gewoon even lezen wat dat dan is. En dan denk ik van, nou, geen idee, is dit een goede fokker of niet? Ik heb geen idee. Ik bedoel, er staat hier best een hele waslijst wat ze allemaal doen. Dat is op zich heel positief. Maar goed, je wilt natuurlijk ook zeker weten dat het ook gebeurt. Maar dat betekent ook dat je dus daar kritisch op moet blijven. En dat filmpje en die checklist van de verpup.nl help je natuurlijk om dat ook kritisch te onderzoeken. Nou, hier zijn er nog twee over, die zijn verkocht. Hier, kleinschalige familienestje, enzovoorts, Briaarkennel. En die zijn in bezit van de stamboom. Dus die zijn ook bij de Raad van Beheer waarschijnlijk, of in dit geval bij de Belgische Raad, dus de Hubertusvereniging, aangesloten. Nou, prima. Af en toe pups. Ook eens even kijken. Sas van Gent, Zeeland. Oké, ik kijk even weer in Nederland. Wat even heel goed is om te weten, is dat puppy's mogen niet weg bij de moeder als ze jonger zijn dan 7 weken. Dat wordt ook bij verpup.nl uitgelegd. Maar daarnaast is het wel belangrijk dat een pup eigenlijk in huis komt met een 8 of 9 weken. Per ras kan het een beetje verschillen. Sommigen laten hem ietsje later gaan, maar 8 weken, 9 weken is een vrij goed uitgangspunt. En wat daarbij dus heel belangrijk is om te weten, is dat er een nieuwe wetgeving in gang is gegaan in heel Europa, eigenlijk alle EU-landen. Waarbij wordt gesteld dat een pup jonger dan 15 weken niet de grens over mag. Er zijn een paar uitzonderingen, als de moederhond erbij is bijvoorbeeld. En nou goed, een aantal landen heeft daarop een uitzondering. Maar ga er maar vanuit dat over het algemeen geldt dat een pup zonder moederhond, en als je een pup koopt, dan koop je hem zonder de moederhond. Dus dat een pup dus onder de 15 weken niet de grens over mag. En dat betekent heel eenvoudig dat als je een pupje zoekt, dat ik je aanraad om een pup te zoeken in het land waar je woont. Want dat voorkomt een heleboel gedoe. En het voorkomt in ieder geval het feit dat je illegaal met de pup de grens overgaat, want het kan echt tot grote problemen leiden. En dan zou je misschien denken, nou, er is geen grenscontrole, ik hop er zo overheen. Ja, leuk, maar als jij dus met je pup naar de dierenarts gaat en je pup is zeg 10 weken of 12 weken voor een enting of een controle of weet ik veel wat, dan moet de dierenarts verplicht die pup melden als zijnde een illegaal uit het buitenland binnengekomen pup. En als dat balletje gaat rollen, dan wil je niet weten waar het uit gaat komen. Dat kan allerlei hele vervelende gevolgen hebben tot in beslagname aan toe. Dus ik raad je echt aan om niet zomaar die stap te zetten. En gewoon heel eenvoudig een pup in je eigen land te zoeken. Dus kom je uit België, woon je in België, zoek een fokker uit België. Woon je in Nederland, zoek een fokker in Nederland. Zo simpel is het. En nou ja, goed, hier heb ik dus een voorbeeld van een fokker in Nederland, kampioenshonden enzovoorts, onderzocht, huiselijke kring enzovoorts. Ik lees hier niks over dat het een erkend of een stamboom hondjes zijn. Maar er staat wel iets, de beste cup, Nederlandse Briaarclub. Nou, oké. Dit is ook een voorbeeld waarop je dus aan een fokker kan komen. Nou, gaan we even terug naar Google, want ik ga niet al deze advertenties afsnuffelen. Hier heb ik nog een hondenmarktplaats. Dat is net zoiets als de marktplaats zelf, zeg maar.
En hier vind je dus goedkopere pups. En hier moet je dus echt heel erg argwanend zijn. En echt checken of je te maken hebt met een goede fokker of niet. En ik raad je aan om op een moment te kijken dat je je sterk genoeg voelt om al die vertederende puppyfoto's te weerstaan. En niet ervan uitgaan dat je een hondje moet gaan redden. Want je redt er helemaal niks mee. Je veroorzaakt het probleem alleen maar groter. Maar goed, ook hier kunnen prima nestjes in zitten. Dan zijn ze misschien niet officieel geregistreerd, maar dat kan natuurlijk wel. Ik zie al wel dat de advertenties heel erg oud zijn. Maar goed, dat maakt op zich niet zoveel uit. Voor het voorbeeld. Hier zijn woensdag 17 mei per jaar pupjes geboren. €400. Nou, ik zie verder helemaal niets erbij staan. Ga naar de adverteren en dan kan je je melden. Nou ja, dat geeft natuurlijk al te denken. Dan denk je van, ja, wat is dit dan weer? Gaan we even naar een ander rastype. Misschien border collies, wat meer te zien is. Bekijk advertenties. Wij zijn op zoek naar goede basis voor 6 pups. In het gezin, superspeels, krantzinnelijk enzovoorts. Nou, dat is een mogelijkheid. Als ze iets meer vertelt, nou, wie weet is dat wat. Aan de prijs kan ik al zien dat het zeer waarschijnlijk geen... ik weet bijna wel zeker dat het geen door de rasvereniging erkende stamboompups zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het slechte honden zijn. Ik kies persoonlijk liever voor een stamboomhond. Ik wil in ieder geval fokker hebben waarvan ik weet dat toegezien wordt op de gezondheid in de ruimste zin van het woord. Maar dat is een keuze. Ik bedoel, je kan natuurlijk ook verder zoeken. Even naar een ander type hond kijken. Chihuahuas is een goed voorbeeld. Daar zijn er meestal wel wat meer van. Die worden zelfs gratis aangeboden. Nou, dat geloof ik niet meteen. Dat geeft te denken, als het gratis is. Dat kan eigenlijk niet gewoon niet waar zijn. En ik zou er eigenlijk heel ver van weg willen blijven. Oké, een andere manier om nog naar puppen te zoeken is bij een asiel. Nou, misschien moet ik even zeggen dat ik wil een puppy asiel uit het asiel kopen. Hè? En dan gaan we even kijken. Dan kom ik bij... dierenasiels. Een beetje een rare deelsite. Ik ga even naar de hoofdsite. Oké. Dierenasiels.com. Dan kom ik op de website van dierenasiels.com. Stichting. En ik zoek dan een hond bijvoorbeeld. Een hond die pup is. Ras maakt mij niet zoveel uit. Mannetje, vrouwtje kan allemaal kiezen, maar laten we eerst maar eens kijken wat ze aan pups hebben zitten. Over het algemeen zitten er niet superveel pups. Dat lijkt een hele lange lijst, maar er zijn ook honden bij die geplaatst zijn. En nou zie je ook een lijstje terugkomen. Nou, dat zijn hoe groot ze zijn, reu of teef. Neem even een kruising border collie. Ik zal het scherm iets vergroten, want er zijn wel heel veel kleine lettertjes. En er wordt dus uitgelegd wat het is. Nou, Floyd is hier een hond. En nou, kan die wel of niet alleen zijn? Kan met kleine kinderen? Nee. Jong ventje. En je ziet, het is een jonge hond, maar het is geen echte pup. Het is echt een hond van een aantal maanden tot maximaal een jaar oud. En er staat uitgelegd wat het typisch is van deze hond. Wat zijn moeilijkheden zijn met name. Wat voor situaties ze zoeken. En ze hebben in dit geval dus een rustig huishouden met één andere hond nodig. Ze willen deze hond liefst plaatsen bij een andere hond. Nou, dan ga ik even naar een ander type hondje. Gaan we naar een kruising husky. Ook een verhaal. Kan niet alleen thuis zijn. Heel goed om op te letten. Want dat betekent dus dat de hond gewoon echt moet leren om alleen thuis te zijn. Hond is op 1 oktober geboren. Dus hij is een halfjaartje oud. Nog jong. Moet nog alles leren. En krijg je allemaal foto's enzovoorts. Dus hier krijg je inzicht in wat er op dit moment aanwezig is. En wat al geplaatst is.
Fotootjes erbij, kijken of het aanspreekt. Rastype erbij. Potenko, Terrier. Hoe groot ze worden. Even de puber erbij. Onbekend wil zeggen dat ze dus niet weten of die hond alleen thuis kan zijn in dit geval. Dus het is even heel goed om dat in ieder geval te laten onderzoeken als het voor je belangrijk is. Augustus 2016, 7 maanden nu. Nou, hij is inmiddels iets ouder, hè, want augustus is wat langer geleden. Maar 8, 9 maanden is er nu. Op het moment dat dit filmpje wordt geschoten. En geeft dus inderdaad wat meer informatie. Goed, zo zie je dus een lijst met pups. En je ziet dus dat ze in het algemeen wel wat ouder zijn. Er zijn bijna geen pasgeboren pups te vinden. Hier nog wel wat, maar die al geplaatst zijn. Kijk even naar de fotootjes. Hier nog een dwergpoedeltje. Maar die is bijna een jaar. Ook met een visitekaartje erbij. Maar wel een leuke hond. Dus als je zegt, ik hoef geen 8 weken oude pup, dan is het dierenasiel zeker een goede bron. Nou, heb je nu te maken dat je gaat zoeken naar een ras wat nog niet erkend is? Dat kan ook. Dan is het ook altijd mogelijk om te zoeken naar dat ras. Als we even kijken naar de Labradoodle pup. Oké. Dan wordt gelijk marktplaats gesuggereerd. Tuurlijk kan je op marktplaats ook zoeken. Ik ga het nu niet doen, want iedereen weet hoe marktplaats werkt. Alleen dan zeker zou ik heel erg opletten met wat voor fokker je te maken hebt. Dus dan zou ik zeker naar die fairpup.nl verwijzen. Maar wil je niet via die weg zoeken, maar gewoon toch iets betere fokker vinden. En tegenwoordig een beetje fatsoenlijke fokker heeft toch ook wel een website. En wat overigens niet betekent dat alle website fokkers meteen goed zijn en andersom. Hier heb ik bijvoorbeeld een Labradoodle website. Orange Aussie Dogs. En hier heb je dus informatie over de Labradoodles. En ook over nesten. Dit is eigenlijk een rasvereniging van de Labradoodle. Er zijn er volgens mij in Nederland 2 van, maar dat weet ik niet heel zeker. En er wordt dus op de site uitgelegd wie ze zijn, wat ze doen. En die hebben dus ook een soort van controle. Die zijn niet aangesloten bij de Raad van Beheer. Simpelweg omdat ze door de Raad nog niet worden erkend als rashond. Maar ze volgen wel een vergelijkbaar procedure en proberen dus wel de kwaliteit en met name de gezondheid van het ras in stand te houden. Nou goed, daar kun je van alles van vinden, maakt niet uit. Maar ik kan wel zeggen dat dit soort activiteiten en dit soort deze fokkers, de fokkers die hierbij aangesloten zijn, in ieder geval met elkaar kritischer zijn op gezondheid en rastype dan het gemiddelde gelegenheidsnestje of het per ongeluk nestje of een broodfokker die je via marktplaats of een advertentie vindt. En nou is de een helemaal niet slecht en de andere waarschijnlijk zeer slecht en er zit van alles tussenin. Maar het is zo heel erg lastig om dat onderscheid te herkennen. Dus als je daar niet zeker van bent, zou ik in ieder geval iemand navragen die er verstand van heeft. Binnen een rasvereniging, binnen een hondenschool, een goede ervaren hondentrainer, een bezitter van het rastype, whatever. Iemand die met je meekijkt en kritisch blijft op zoek naar de goede hond. Maar dit zijn dus mogelijkheden om te zoeken. En zo kun je dus best een aantal uren doorzoeken. Gaan we nu niet doen online. Maar ik hoop dat je hiermee een idee hebt gekregen hoe je dat kan doen. Ik zal de websites van de hondenbescherming en de Raad van Beheer in ieder geval nog even apart vermelden bij deze video, zodat je daar ook door kunt klikken. En ik wens je in ieder geval heel veel plezier en heel veel succes met je zoektocht.